Goedendag, mijn naam is Jozef Aafs. Je hebt een coronateam besmet. Bij een coronatest, Q-test, als je besmet bent, is je 90% positief. Als je niet besmet, is je 2% positief. Dat betekent, die is 2% verkeerd als je niet besmet bent. De vraag is, wat is de kans, als de Q-test zegt dat je positief bent, dat die persoon echt corona heeft? Daarom maken we een kansbom aan. Dus kansbom betekent dus, we beginnen bij 0. Je hebt, oftewel, heb je corona of geen corona. Corona betekent 10%. Geen corona, 90%. Ja, dit is 0,1, 10% of 0,1. We gaan dus 0,1 gebruiken, dit is 0,9. Als je corona hebt, de test geeft u 9% positief, dus 9% juist. Dus 0,9 keer een positieve waarde, dat is juist. Ja, en 0,1% of 0,1 een verkeerde diagnose, plus of min. Dit is juist, dit is fout. Nu, als je geen corona hebt, zeg je test toch dat je positief is voor 0,02. Dit is 0,02. Positief, dat is in feite dat fout, maar juist zal het test zijn voor 98%, die is juist hier. Ja. Nu, de vraag is, de Q-test zegt positief, welke zijn dat? Zijn deze tak hier en deze tak. Dat zijn de twee takken die gaan we bekijken. En we vragen nu, wat is de kans dat die persoon toch corona heeft? Dat betekent, deze tak gaan we kijken. Dat is de regel van bias gaan toepassen. Dat betekent, bias betekent een deling. In een nummer krijg je de twee mogelijke kansen, dat is deze kans en die kans, dat betekent hier 0,1 maal 0,9, dus 0,1 maal 0,9, plus de tweede kans, dit is hier, deze hier, dus 0,9 maal 0,02. Je krijgt dus 0,9 maal 0,02. En uiteindelijk krijg je de kans die we zoeken, namelijk dat je wel corona hebt. Dat is deze tak hier, dat betekent 0,1 maal 0,9. Dat is een uitwerking van de regel van Bayes. Nu merk je, overal komt 0,9 voor. Die kun je weg, dan hou je over in de teller. 0,1, in een noemer heb je hier 0,1 plus 0,02. Dat is samen 0,1 gedeeld door 0,12. Verder gelijk aan 10 gedeeld door 12 of 5 zesde. Antwoord D, 5 zesde. Dank je wel. Heel plezier, video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.